Welkom allemaal bij alweer een nieuwe AAS podcast. Mijn naam is Jip van Raalte. Vandaag zitten medepresentator Bas de Wit en adjunct hoofdredacteuren Sam van Raalte en Bram van de Ploeg aan tafel. We bespreken natuurlijk de cruciale ledenvergadering van donderdagavond en daarnaast gaan we het hebben over de grotere veranderingen die op de toekomst wel eens plaats gaan kunnen vinden. Omdat het alweer de laatste podcast van het jaar is, zullen we tenslotte terugblikken op onze persoonlijke hoogtepunten in het afgelopen Ajax-jaar. Sam, hoe kan het in godsnaam dat die leden unaniem achter de bestuursraad zijn gaan staan gisteren? Ja, dat is heel opmerkelijk. Ik zal een beetje kort uiteenzetten hoe die vergadering is verlopen, de belangrijkste punten ervan. Daaruit zal het dan een beetje duidelijk moeten worden. De opkomst was groot, 324 leden. Vooraf dachten de mensen die de motie van vertrouwen tegen de bestuursraad hadden ingediend dat een opkomst van meer dan 300 leden in hun voordeel zou zijn. Michael van Praag dacht bij zijn aankomst ook dat de kop van Henrichs wel zou kunnen gaan rollen. Heeft hij intern gezegd. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Hoe is dat dan gekomen? Vrij in het begin van de vergadering heeft Freek de Jong het woord genomen. En hij is, zoals wel vaker, keihard ingegaan tegen Cruijff. En de manier waarop Cruijff de problemen bij Ajax heeft aangepakt. En ook het rapport van Ling. Vervolgens heeft de RVC daar een antwoord op gegeven. Die hebben gezegd dat het rapport van Ling voor hun heel nuttig is geweest en dat die gesprekken met Ling goed zijn verlopen. En toen heeft iemand in de zaal gezegd, maar wacht even, Ling is hier ook aanwezig. Laten we hem ook het woord geven. Nou, toen is er een iets misgegaan. Ling die heeft een soort van ruzie gekregen met de RVC over hoe die gesprekken zijn verlopen. En toen is Ling de zaal uitgelopen. En daarmee is natuurlijk, was de vertegenwoordiging van Kamp Cruijff, om het zomaar te zeggen, volledig weg uit de zaal. Want Jonk was er niet en Cruijff is zoals bekend ziek. Dus Ling liep weg. De RVC bleef natuurlijk zitten en die hebben toen nog verteld over hoe Jonk verantwoording af wilde leggen aan de algemeen directeur. Dat stond niet zo in de brief die Jonk eerder op de dag had gestuurd aan de leden. Maar Jonk was niet aanwezig in de zaal om zich daartegen te verweren. Dus er werd een beeld geschept dat Jonk niet aan de directie verantwoording afwijkt. Maar dat is ook wel gewoon Jonks eigen schuld dat hij er dan niet bij was. Absoluut. Dat is echt een enorm gemis geweest voor de mensen die hem een warm hart toedragen en natuurlijk hemzelf. Maar is er een beetje duidelijk waarom hij niet is gekomen? Heeft hij daar iets over gezegd? Volgens mij Bram, jij wist daar meer over. Ja, ik heb contact gehad met de advocaat van Wim Jonk, Joost Kwant. En die heeft al in een korte verklaring gezegd, hij is niet gekomen expres omdat hij het idee had dat het anders alleen maar over hem ging. En het moest volgens hem over Plan Cruijff gaan. En daarom heeft hij bewust een brief geschreven en is hij niet naar de vergadering. Ja, het lijkt me een beetje slap excuus en sowieso gewoon geen slimme zet van hem om te doen. Want het is juist de reden waarom mensen denken dat het mis is gegaan die niet voor Jonk waren. Dat bevestigt hij nu alleen maar door er weer niet te zijn. Dat klopt. Ja, ik snap het ook niet helemaal waarom hij er niet was. Maar dat was in ieder geval de verklaring van de advocaat. Ja, goed. Nee, maar dat punt wat Jip net zegt, dat vind ik belangrijk om eruit te lichten. Dat is essentieel geweest in de vergadering. Kijk, als je weet, je bent Jonk en je weet dat het frame tegen jou is gecreëerd. En dat heb je zelf ook gezegd dat het frame is gecreëerd. Dat je niet aanschuift bij vergaderingen. Dan is het natuurlijk niet verstandig om bij zo'n belangrijke ledenvergadering niet aan te schuiven. Om dan afwezig te zijn. Daarmee help je jezelf niet. Jonk heeft zichzelf dus niet kunnen verweren toen de RVC zei dat hij als hoofdopleiding geen verantwoording aan de directie af wilde leggen. En Henrichs heeft zijn afwezigheid daarin ook gebruikt. Henrichs heeft op een gegeven moment gezegd, we moeten met elkaar om tafel zitten en niet brieven van zeven kantjes de media in sturen. Nou ja, dat is dus wat Jonk heeft gedaan in de aanloop naar de vergadering. En dat is natuurlijk heel sterk van Henrichs, of heel slim, misschien moet ik het zo verwoorden. Om dat zo te stellen, want iedereen die daar was, die heeft zoiets van, ja, wij zijn hier op samen te vergaderen en Jonk is er opnieuw niet. En tot slot heeft Van Praag toen het woord genomen en heeft de leden gevraagd, nadat iedereen zijn zegje had gedaan, om vertrouwen uit te spreken in de bestuursraad. En dat is toen dus ook op verzoek van Van Praag unaniem gedaan. Ja, wat jij nu zegt over dat unanieme, dat verbaasde mij sowieso al. Want dat betekent dus dat iedereen van de leden voor Henrichs gestemd heeft. Dus ook mensen zoals Sjaak Zwart. Hoe de fuck kan dat gebeuren? Ja, dat is opmerkelijk. Er waren drie groepen. Eentje onder leiding van Molenaar, eentje onder leiding van Robben Junior, eentje onder leiding van Mark Geestman, die zeer kritisch tegenover de bestuursraad stonden.
Maar die unanimiteit zegt denk ik alles over hoe desastreus die vergadering is verlopen voor het kamp Cruijff en de autoriteit van Michael van Praag met zijn verzoek. Sowieso zijn die leden op dit moment toch eigenlijk een beetje een los zand bij elkaar geraapt zooitje. Ik bedoel, als Freek de Jonge daar het woord mag doen en er uiteindelijk uitkomt dat ze door Hendricks allemaal weer een bepaalde kant op kunnen worden geluld, moet daar eigenlijk niet een heel andere structuur in komen. Ja, dat is een goed punt inderdaad. Er is tijdens de vergadering ook een suggestie over gedaan, want het lijkt er ook op dat zelfs voor de leden van de club niet meer te volgen is wie waar nou verantwoordelijk is in de bestuurlijke lagen van de club en hoe die structuur nou precies in elkaar zit. Dus er is een suggestie gedaan door John Jaken, dat heeft hij 4 jaar geleden ook al gedaan. Heeft hij zich tegen de huidige structuur gekeerd met de bestuursraad, de RVC, die bestaat uit 5 man en dan de directie. Dus er gaat waarschijnlijk weer een platform gecreëerd worden binnen de club waar de hoge heren zich erover gaan buigen of er misschien een nieuwe structuur van de bestuurlijke lagen van de club moet komen. Maar wie gaan dat platform dan leiden? Worden dat weer dezelfde mannetjes zoals Hendricks en zijn vrienden? Ik hoop dat er eens wat nieuwe mensen bijkomen, maar ik vrees het ergste. Goed, tijd voor het volgende onderwerp. En het gaat over de veranderingen die op de toekomst gaan plaatsvinden. Bram, jij hebt daar een column over geschreven. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, want dat is chaos in de arena, maar ook zeker op de toekomst. En veranderingen die gaan plaatsvinden, daar ging eigenlijk de column juist over. Want die veranderingen worden totaal niet aangekondigd. Ouders die zijn eigenlijk al soms maanden hebben ze totale vraagtekens over wat er gaat gebeuren. Hun spelers die soms geen contract hebben, soms wel. Soms een contract zouden krijgen, soms hem nu niet meer krijgen. Er is enorm veel onzekerheid bij ouders. En daar hebben ze zich wel een beetje in uitgesproken inmiddels. Bij sommigen hebben ze echt wel dat ouders zeggen, ik haal mijn kind hier weg als het nog een paar maandjes zo duurt. Gaat het dan over de gehele jeugdopleiding of vanaf de BC? Of? Nou ja, het is natuurlijk, nu de performance coaches zijn vertrokken, heb je natuurlijk vooral in de onderbouw heb je enorm veel lege plekken. Maar ook bijvoorbeeld in de bovenbouw, bijvoorbeeld een Karel Eiting, die heeft loopoefeningen. En een fysiek programma heeft hij de afgelopen maanden gevolgd. En nu de performance coaches weg zijn, valt het hele programma weg. Er is gewoon niemand die dat oppakt. En hij weet nu bijvoorbeeld niet wat hij moet doen. Weet jij een beetje of onder de jeugdspelers of ze daar tevreden juist waren met die performance coaches? Of dat ze eigenlijk wel prima vinden dat er niet meer gaat zijn? Nou ja, dan dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld in de documentaire die op Ajax TV is geweest, dat heel veel spelers daarin wel heel enthousiast waren over de fysieke trainingen. En bijvoorbeeld een Bazour en een Riederwald, dat is al vaker aangehaald als een voorbeeld, maar die hebben gewoon in interviews al aangegeven, ja, het is enorm goed geweest, wij staan er fysiek op dit moment zo goed voor, omdat het is veranderd. Maar je hebt het over die documentaire, was dat niet gewoon eigenlijk een beetje een propaganda journaal? Want ja, vond jij dat enige kritiek in voorkomen, zeg maar? Nee, totaal niet. Nee, dat is ook zo. En er zullen ook, dat heeft Jonk ook al aangegeven, er zijn ook heel veel dingen fout gegaan. Maar dat de performance coaches vertrokken worden, vertrekken, dat merken de ouders en de spelers op dit moment direct. En daarin willen ze snel duidelijkheid. Nou, Bergkamp die denkt daar heel anders over, zoals bekend. In de Voetbal International had hij daar een uitspraak over. Hij zei, er vond een cultuuromslag plaats in de opleiding. We moesten performance coaches hebben. Die extra fysieke ontwikkeling staat ook in het plan dat we volgen. Dus daar is het wel mee eens. Maar hij zegt, het sloeg door. Het voetbal moet altijd voorop blijven staan. En het gebeurde allemaal ook nog eens grotendeels zonder overleg. Is het niet gewoon zo dat Jonk eigenlijk gewoon heel slecht heeft gehandeld hier? En is het niet heel belangrijk dat die focus van die performance coaches en zo afgaat? En dat het veel meer terug naar het pure voetbal gaat? Ja en nee. Jonk heeft in de brief aangegeven, er zijn dingen fout gegaan. Ook in de communicatie, ook op dit vlak. Ik denk dat als Jonk in het begin gewoon meteen had aangegeven hoe hij had gewild, dat er misschien zelfs wel dingen voorkomen hadden kunnen worden. Maar aan de andere kant heeft hij ook aangegeven, de performance coaches die er zijn, zijn een aanvulling op het voetballende gedeelte die enorm is uitgebreid. En het voetballende gedeelte, spelers bij Ajax in de jeugdopleiding, voetballen op dit moment door de week meer dan dat ze deden voor het plan Cruijff. Ja, precies. Wat Jonk daar in die brief over heeft gezegd, die hij aan de leden heeft gestuurd vooraf en aan de ledenvergadering, dat is volgens mij, staat daar buiten kijf hoe hij zijn gelijk daarin haalt dat het voetbal nog steeds op de eerste plek staat en misschien wel meer dan eerst.
Een ander punt van Bergkamp, waarin die lijnrecht tegenover Jong stond, bleek Jong Ajax te zijn en de functie die dat moet hebben. Bergkamp zegt dat die toptalenten die nu in de A1 spelen en in de jeugd veel eerder moeten worden overgeheveld naar Jong. Zijn jullie daarmee eens? Ja, ik ben daar zeker mee eens. Ik vind dat er op dit moment niet goed gebruik van wordt gemaakt. Er vallen gaten in Jong Ajax die niet worden opgevuld. Bijvoorbeeld op de vleugels voorin moeten nu regelmatig Zakaria Souzi of Sam Hendricks, wat gewoon pure spitsen zijn, op linksbuiten of rechtsbuiten spelen. Terwijl bijvoorbeeld een Gino Dekker al jarenlang in de A speelt. Waarom zou je die jongen niet doorschuiven? Dus ben ik het mee eens. Dat is begrijpelijk, maar denk je dat het voor toptalenten, dus dan hebben we het misschien niet over Dekker, maar misschien over Nouri van de Beek, vroeger Eriksen, dat soort jongens. Denk je dat het nut heeft om in de ellende en de modder van de Jupiler League te klooien voordat je die stap naar het eerste kan maken? Uit jouw vraagstelling maak ik al een beetje op, nou, dat jij was het niet heel neutraal. Nee, maar jij kijkt daar anders tegenaan. Merk. Ja, dat klopt. Ja, ik zie het nut gewoon niet zo van Jong. Wij gaan vaak samen er naartoe in de barre omstandigheden die er steeds zijn. En ja, ik zie het nut niet. Ik zie de jongens ploeteren, juist die toptalenten. Ploeteren er daar een wedstrijd of 5-6 en dan worden ze naar het eerst overgeheveld. En dan, ik denk niet dat ze dan zoveel sterker zijn geworden of zoveel gewiekster of zo. Ja, ik kijk daar anders tegenaan, man. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Vooral voor verdedigende talenten. Tete, Riedewald en Bazour, die speelden vaak of in de verdediging of als controlerende middenvelder. Die hebben daar ontzettend veel aan gehad. Die zijn daar echt een stukje harder geworden. Hebben daar echt die laatste meters gemaakt, waardoor ze in één keer door konden stoten naar het eerste elftal. En daar meteen vaste kracht zijn geworden. Hebben ze zelf ook wel eens aangegeven. Dus voor die gasten zeker. Voor aanvallende talenten kan het lastiger zijn. Ja, ik weet niet, ik denk dat die talenten die je net noemt, die hadden het zonder Jong Ajax ook wel gewoon gered. Die zijn gewoon goed genoeg. Die hebben die hele stap naar Jong. Die hebben dat niet eens nodig. Ik zie Jong meer echt als een kerkhof voor de spelers van de één eigenlijk. Maar is er in één altijd ruimte meteen voor toptalent? Ja. Moet je je afvragen. Ja, dat is inderdaad een ding. Er is niet altijd meteen plek voor hen. En een ander ding is dat het gaat niet alleen maar over of ze per se voetballend beter worden, maar ook of ze mentaal beter worden. In de jeugd van Ajax gaan die jongens natuurlijk heel weinig op hun bek. Als je bij Ajax speelt in de jeugd, ben je eigenlijk bijna altijd de beste ploeg. En in de Jupiler League is dat in één keer heel anders. Je speelt tegen veel fysiek sterkere en slimmere tegenstanders. Je verliest veel en dat is een goede leerschool voor die jongens. Maar geeft bijvoorbeeld een Youth League niet ook al genoeg van dat soort ervaring voor die jongens? Nou, ik vind van wel. En ook sowieso de topwedstrijden tegen Feyenoord, PSV. PSV is ook naar de volgende ronde van de Youth League, bijvoorbeeld A1. Dat zijn gewoon hele grote wedstrijden. Ajax TV maakt filmpjes. Je maakt een trip naar Moskou. Nou, die maak je in de Jupiler League niet. Je speelt tegen enorme bomen van Russen. Er zijn jongens die zo ongelooflijk positief zijn over de Youth League. Er worden de jongens teruggeschoven. En uiteindelijk is dat gewoon een hele goede ontwikkeling. En zo intimiderend is die sfeer in de Jupiler League ook niet altijd, toch? Dat hebben we in Den Bosch wel gezien. Nou ja, Bram, je zegt, je maakt in de Jupiler League geen tripjes naar Moskou. Maar Venlo uit is toch ook een soort Siberië van Nederland. Dat is ook weer zo. Ja, een beetje. Goed, we zijn aangekomen bij het laatste onderwerp van vandaag. En daarin zullen we de hoogtepunten van het Ajaxjaar 2015 bespreken. Wat is jouw hoogtepunt geweest, bijvoorbeeld, Sam? Ja, goed. Ik volg natuurlijk Jong Ajax voor de rubriek Blik op Jong Ajax. En Kenny Tate is daarin mijn absolute hoogtepunt geweest. Hij heeft 2 jaar lang heeft hij in Jong Ajax gespeeld. Veel te lang, vind ik. Hij was al lang veel te goed voor dat niveau. En hij heeft in april van dit jaar eindelijk de stap naar het eerste elftal gemaakt. En dik verdiend zijn plek veroverd daar. Het is niet normaal hoe die jongen kan tackelen. Het is echt fantastisch. Ja, het is echt fantastisch. Hij speelde veel in het centrum van de verdediging in Jong Ajax. Maar hij straalde al zo'n zelfverzekerdheid uit. Zo'n klasse. Hij wist al precies waar hij mee bezig was. Echt een topper. Maar we moeten jou wel erkentelijk zijn in het opzicht dat het wel een soort van persoonlijke overwinning voor jou is geworden. Want ik volg het dus al 2 jaar met jou. Je hebt echt vanaf punt 1 was jij een grote Kenny Tate supporter. Ja. Ja, dat klopt. Dus gefeliciteerd. Grote schouderklop. Je was ook een groot fan van Gino van Kessel. En dat is nu de duurste speler van dinges geworden, toch? Ja. Nou, ik was geen groot fan van Gino van Kessel. Ja, dan best wel een beetje. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik heb nooit een blik op Jong Ajax over hem geschreven. Okay. Maar het is hartstikke leuk voor hem natuurlijk dat hij het nu goed doet daar bij AS Trentje.
En wie wordt de kandidaten van 2016? Oeh, dat is hartstikke moeilijk. Het loopt voor geen meter bij jonge Ajax. Als ik er een hoogtepuntje uit moet halen, dat is echt ontzettend moeilijk. In de verdediging, Terry Lartisani is zich redelijk aan het ontwikkelen, maar maakt wel veel fouten en is denk ik toch niet van de klasse van Tete. El Magdouitje? Zou kunnen, maar dan moeten ze wel echt zijn contract verlengen. En anders hoop ik dat Zakaria El Azouzi eindelijk die basisplek, vaste basisplek verovert en lekker goaltjes blijft prikken. Ik zelf denk dat Sam Hendricks... Misschien Pelle Clement. Nee, maar er... Nee, goed. Maar Bram, jij hebt een jaar weer op de toekomst gelopen. Bij mij was het een stuk positief. Ja, jij hebt toch wel kunnen genieten, denk ik. Ik heb zeker kunnen genieten. Maar als je mij vraagt wie de allerbeste is van 2015, is dat ongetwijfeld Matthijs de Ligt. Tweedejaars B-junior is nu de leider van A1. Dus volgens mij hoef ik daar niks aan toe te voegen. Dat is een, voor de leken, welke positie speelt hij? Centraal achterin. Hij heeft lang rechtscentraal gespeeld, maar ze proberen hem nu linkscentraal, omdat daar totaal helemaal niks verder aankomt. Dus ze proberen hem nu als linkscentrale verdediger op te leiden. En, een beetje de nieuwe Jan Vertonghen. Hij, heel erg op, hij lijkt erop qua stijl, een beetje qua uiterlijk ook wel. En op zijn linkerbeen, hij kan met links en rechts trappen. Hij dribbelt het middenveld in, het wordt een beest ook. Is het niet bij deze jongen ook het geval wat je wel vaker ziet in de jeugd, dat een speler opvalt omdat hij fysiek al veel groter is dan zijn leeftijdsgenoot? Of valt dat nou, dat is dus nu niet meer zo. Want hij heeft ook in de Youth League tegen Schalke, stond hij tegen een spits van 2,10 meter. Ja. En hij speelde hem totaal uit de wedstrijd. Dus hij is voetballend enorm ver en dat is fantastisch. Mooi. Ja, de Youth League, even een bruggetje naar het Europees seizoen van het eerste. Wat vonden de heren hier aan tafel een van de mooiste momenten? Want wij zijn op naar Jablonec geweest en Celtic. Ja. Is het nou Jablonec of Jablonec? Ja, ik zeg gewoon lekker Jablonec, dat is veel makkelijker. Je zegt altijd Jablonec eigenlijk. Bas, jij bent ook nog naar Wenen en zo geweest. Maar wat vond jij van Jablonec, tripje naar Tsjechië? Ja, ik vond Jablonec, dat vond ik de vetste man. Het was... echt wat anders dan normaal. Alhoewel Wenen en Istanbul natuurlijk ook wel... In Glasgow. Ja, maar die, dat was dan... Ja, die was ook fantastisch. Maar nee, Jablonec was echt gekkigheid, man. Raar boerengat waar we in terecht kwamen. We zijn met de auto gegaan, dus we hebben 10 uur gereden. Nog een stukje door Polen meegepakt. Ja. Door een soort spookdorpje gereden daar. Fantastisch. En we kwamen aan, alles ging fout. We hadden het hostel wat we hadden, dat bleek niet meer beschikbaar te zijn. Daar waren we te laat voor. Werden we gewoon uitgekikt eigenlijk. Toen sloeg het om. Toen kregen we een soort penthouse, relatief dan. Ja, schitterend. Ja, dat was fantastisch. Kostte niks. Het contrast met die wedstrijd was ook mooi, hoe ellendig die was. Het enige wat niet leuk aan die trip was, was ongeveer het spel. Verder was alles mooi. Maar goed, we waren zo bezopen. We hebben daar ook niet zo heel veel van meegekregen. Nee. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Vervolgens wilden we nog naar een nachtclub gaan. En toen zijn we met de taxi. Zeiden ze, ja, we brengen jullie wel ergens heen. Toen kwamen we ergens in de middle of nowhere aan op een plekje. Nou, daar zijn we naar binnen gelopen. We zagen 3 prostituees. Toen zijn we allemaal gillend weer weggerend. Ik weet niet of er veel mensen zijn die Twin Peaks hebben gezien. Maar daar deed het een beetje aan denken. Een soort van horror in de bossen. Ja, dus. Ja, het deed mij ook een beetje denken aan True Detective-achtige taferelen, secte, cult-achtige smerigheid daar. Ja, dat was heel eng. Maar voor de rest hebben we daar genoten. Laten we met deze fantastische sfeerimpressie de uitzending afsluiten. Ik wil iedereen aan tafel en de luisteraars natuurlijk alvast een fantastisch 2016 toewensen. En laten we hopen dat het spel volgend jaar beter wordt en de bestuurlijke ellende mag uitblijven. Tot volgend jaar!